Goedemiddag, dames en heren. Namens het H2-platform heet ik u van harte welkom bij deze netwerkbijeenkomst. Wij zenden live uit vanuit BOVAG in Bunnik. En dat doen we met een team van 5 sprekers die u iets gaan vertellen over waterstof en de opschaling. Robert Dentscher, de voorzitter van het H2-platform, zal zo meteen eerst even een paar woorden tot u spreken en u als gastheer welkom heten. Daarna ga ik met u het panel langs en introduceer ik de sprekers. En als we dat hebben gedaan, volgen korte introductie en daarna een vragensessie. U kunt daaraan deelnemen. In de mail die u heeft ontvangen, heeft u een code gekregen, een telefoonnummer of een WhatsApp-groep waar u zich voor kunt aanmelden. En als u nou vragen heeft, dan kunt u die stellen in die WhatsApp-groep. Dus doet u vooral actief mee, stel uw vragen en wij gaan de leukste, de beste, de mooiste vragen aan dit panel voorleggen. Nogmaals, fijn dat u er bent. Als eerste wil ik graag aankondigen Robert Dentscher, voorzitter van het H2-platform. En hij gaat u kort welkom heten. Goedemiddag, dames en heren. Jorg, dankjewel voor deze introductie. Het is hartstikke mooi dat we hier weer bij elkaar kunnen zijn. Jammer dat we dat niet live kunnen doen. We hebben ruim 250 aanmeldingen gehad. Dus ik hoop dat iedereen ook meedoet vanmiddag. Waterstof is dit jaar en momenteel heel erg in het beeld. Jorg heeft vanochtend ook weer met het Klimaatakkoord een gesprek gehad. U leest het dagelijks in de krant. De panelleden zijn direct betrokken bij allerlei grote projecten. Nou, daar gaat u straks een hoop meer over horen. U volgt waarschijnlijk ook het waterstofplatform. Nou, daar kan ik ook goed nieuws over vertellen. Het waterstofplatform telt momenteel 40 plus leden. En dat is heel interessant. Als je nagaat dat we 2 jaar geleden eigenlijk maar net in de 20 zaten. We zitten nu met meer dan 40 leden. En belangrijk ook is dat het lidmaatschap zich verbreedt. We hebben nu ook leden die bijvoorbeeld in de gebouwde omgeving bezig zijn. Remeha is een heel recente toetreder. De mobiliteit verbreedt zich ook. En we zijn ook heel druk bezig met het waterstofveiligheidsinnovatieprogramma. Dat veiligheidsprogramma is ook heel belangrijk, want dat geeft de fundatie om dadelijk veilig te kunnen opereren en waterstof te kunnen gaan gebruiken. Wij verwachten van deze middag, u krijgt dadelijk 5 sprekers te zien die allemaal bezig zijn met grootschalige projecten. Allemaal van een ander perspectief. We hebben ook iemand bereid gevonden uit de financiële hoek om te praten over wat het betekent. Patrick Knubbe uit het noorden zal iets vertellen over zijn ervaring over het laatste jaar. Hoe dat dan gegaan is van een plan naar een project. Dus we hebben allerlei ingrediënten hier, Jorg, om een interessante middag te hebben. Ik hoop dat mensen ook goede vragen gaan stellen. En dat we na afloop van introducties gewoon een goed gesprek hebben. Om te kijken hoe we nou die grootschaligheid kunnen aanbrengen. Want grootschaligheid is belangrijk, zowel in blauw als in groene waterstof, om die markt te gaan ontwikkelen, om de kosten omlaag te brengen en om de ambities uit het Klimaatakkoord en van de regeringen waar te gaan maken. Er zijn een hoop andere dingen over te zeggen, dat wil ik nu niet doen, maar ik kijk wel uit naar de discussie die we zo direct gaan hebben. Ja, en ik ga jou toch een vraag stellen, okay. Ook al wil je dat even niet doen, maar een vraag van mij is: ben je optimistisch als het gaat over de opschaling van waterstofprojecten? Ik ben optimistisch als ik kijk naar wat de ideeën zijn en de plannen en hoe goed die onderbouwd zijn. Wat we momenteel ontdekken is dat bij het regeerakkoord van 4 jaar geleden men geen idee had van wat er te komen ging. En je ziet ook in de SDE++ of andere subsidieprogramma's dat het fonds is ver ontoereikend. Er zijn natuurlijk opties om naar Europa te kijken en daar moeten we zeker op inspringen, want er zit veel meer te halen. Dus als je praat over internationale samenwerking, internationale projecten, nou, de IPCEI-projecten, dat is een goed voorbeeld. Ben ik optimistisch? Ik denk dat ik realistisch ben. Het zal tot aan de verkiezingen duren voordat die uitvoeringsstrategie er is. Het kruisverband wat EZ moet gaan leggen tussen de verschillende stromingen. En dan is het aan het volgende kabinet om te kijken hoeveel ze daarvoor gaan uittrekken. Ja. Dus dat is nog geen makkelijke pad. Ja, en je noemt dat volgende kabinet. Hè? Is dat iets waar jullie al mee bezig zijn vanuit het H2-platform? Om alvast
de verschillende politieke partijen te bestoken met suggesties voor hun programma's. En ook straks alvast voor die formatie. Is dat iets wat bij jullie leeft in het H2-platform? Het leeft zeker. We hebben voor de zomer al de programma verkiezingscommissies benaderd met ideeën. En daar hebben we ook reacties op gekregen, hele goede reacties. En wij zullen zeker met zo gauw het een beetje duidelijk wordt waar we heen gaan, uitgebreid gaan praten met de formerende partij om te kijken of we daar meer input in kunnen krijgen. Oké. Robert, dankjewel voor nu. We zien jou straks aan het eind van deze sessie terug. Dat zal zo tegen 3:30 zijn. Dan zien we jou graag terug om nog even te reflecteren op wat we hier vandaag hebben gezien. Dames en heren thuis, ik stel, en denkt u aan de vragen in de chat, hè? Heel belangrijk, want zo doet u actief mee. Ik stel graag eerst even aan u voor de sprekers die we hebben. De eerste spreker die straks als eerste gaat praten sla ik over, want die hebben we op afstand. Die had graag hier willen zijn, maar goed, nu en dan is bedrijfspolicy. Het legt restricties op het reizen, dus we gaan naar onze eerste spreekster. En dat is Afkenel Schipstra. Zij is Senior Vice President Business Development Hydrogen bij Engie. En Afkenel, Engie, zeg ik dat goed of moet je zeggen Engie? Of... Nee, het is zeker gewoon Engie. Gewoon Engie, ja. Ik vind soms mensen die het heel moeilijk doen met Engie en zo, maar Engie. En jij bent bezig met een van de grootste waterstofprojecten in Nederland op dit moment. Daar horen we straks meer over. In ieder geval, dit is ons eerste panellid. Ik ga graag over naar ons tweede panellid. Diederik Luiten, Air Liquide. Hij is daar Vice President Hydrogen Energy en is verantwoordelijk voor Noordwest-Europa en... CIS is volgens mij de landen, een beetje Oost-Europa en die grens over, toch correct? Klopt, helemaal. Ja. Oké. Air Liquide, natuurlijk een hele grote speler in het waterstofdomein. Ook jullie doen straks hele mooie, jij gaat straks een toelichting geven op een heel mooi project waar jullie mee bezig zijn. Echt nu al petje af. Heel mooi, heel grootschalig. Komen we straks op terug. Ik ga door naar, ik mag wel zeggen met alle respect, een vreemde eend in de bijt. Hè? Want heel vaak wordt gezegd bij dit soort bijeenkomsten, ja, die financiers en die banken die waren er niet bij. Nou, dames en heren, ze zijn erbij. We hebben ze hier in de studio. Namelijk, we hebben Wim van Wijngaarden. Hij is werkzaam bij de NIBC-bank, had ik het bijna verkeerd gezegd, NIBC-bank. En hij is director offshore energy en waarschijnlijk ben je dagelijks met wind bezig. Nou, dat is eigenlijk nog best wel een mix, moet ik zeggen. We zitten wat dat betreft ook in een energietransitiefase. Dus zit er ook nog een deel olie en gas en ook wind en renewables. Okay. Alles wat erbij komt kijken. Ja, het is misschien een vies woord, maar het is wel zo. Ja. Nou, de kijkers thuis zullen het ons vergeven. Ja. En dan gaan we door naar de laatste spreker in ons panel. Maar niet de minste, Patrick Knubbe. Hij is van de New Energy Coalition. U kent dat misschien nog als Energy Valley. Hè? Zo was het in het verleden, maar na wat fusies, denk ik, en reorganisaties is het nu de New Energy Coalition geworden met een veel breder mandaat. Ja. En Patrick is daar eigenlijk de programmamanager die verantwoordelijk is voor waterstof. En zal ik dat laatste woord ook noemen, Patrick? Ja, dat is zeker. LNG, ja. Dus waterstof en LNG, maar hij gaat het vandaag alleen over waterstof hebben. Ja, en Patrick is... dat mag hij misschien zelf niet zeggen, maar ik noem hem altijd de architect van eigenlijk de waterstofregio, de Hydrogen Valley, Hydro Green. En daar gaat hij straks heel veel over vertellen, toch? Dat klopt, klopt. En het is de eerste Europese Hydrogen Valley. Daar zijn we heel trots op. Het heet Heaven. En in deze tijd is dat een perfect ondertoon met kerstmis dat eraan komt. Ja, ik hoop dat wij allemaal heel snel in die waterstofhemel zullen geraken. Dames en heren, ik ga nu eerst met u naar Erik van Ieperen. Hij is Offshore Wind Innovation Lead en dat doet hij met Shell. Dag Erik, mooi dat je er ook bij bent. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent dus voornamelijk bezig met innovaties in offshore wind. Misschien kun je daar nog heel kort iets over vertellen. En daarna ga jij een introductie geven over het Crosswind project. We hebben daarvoor van tevoren een kort filmpje opgenomen om zeker te zorgen dat we daar geen ruis op de lijn hebben. Na dat filmpje ben jij weer helemaal live aanwezig. Dus wat mij betreft gaan we naar dat filmpje toe. Ja. Good afternoon. I am Erik van Ieperen and I work for Shell and I'd like to tell you something about our activities at the Hollandse Kust Noord wind farm. On slide one, I would first like to paint a broader perspective. The ocean, renewable
Energy Action Coalition, of which Shell is a member, recently shared its vision of having 1,400 gigawatts of offshore wind generation capacity installed worldwide by 2050. So what does that mean? That will mean meeting 10% of the world's electricity needs, offshore wind providing opportunities for economic growth and meeting the world's climate targets. Looking at Europe, the European Commission recently launched their offshore renewable energy strategy, highlighting Europe has a major opportunity to ramp up renewable power generation, increase the direct use of electricity for a wider spectrum of end users, and to support indirect electrification through hydrogen and synthetic fuels. Painting some numbers, we have 12 gigawatt installed in Europe today. The strategy is to move that to 60 gigawatt by 2030 and 300 gigawatt by 2050. Now, if we look at the Netherlands, the EFRI report for the Ministry of Economic Affairs highlights some of the challenges to meeting the 11 gigawatt target in 2030 and moving to a reference scenario of 30 gigawatt by 2050. Because in the Netherlands, we don't have a contract for difference, and we also have moved beyond the period of subsidies for offshore wind, the business case for offshore wind should be kept robust. And there's three recommendations to do that. One is to support baseload wholesale electricity prices by maintaining a balance between supply and demand. Second is avoiding low capture rates by incentivizing time-shifting flexibility to complement wind generation patterns. Third is to keep the project cost down. I would like to zoom in on the time-shifting flexibility because actually that turned out to be a key selection requirement for the Hollandse Kust Noord wind farm. That brings me to our Crosswind joint venture with Eneco. And I'd now like to tell you about our hydrogen activities within the wind farm and the opportunities beyond. Also highlighting the motto of Crosswind: we deliver, we innovate, we share. We've designed a large innovation package for Hollandse Kust Noord, addressing all time scales of flexibility from the seconds to minutes to hours to days. We will address the wake effect. We will work on grid stability. We will also deploy floating offshore solar, because in the North Sea, solar has a very complementary profile to offshore wind. On windy days, you typically have less sun, and on sunny days, you typically have less wind. We are also going to create a facility that combines battery storage with hydrogen production inside the wind farm, producing hydrogen at periods of high winds and actually converting that hydrogen back to power in periods of low winds, with the aim to make a significant part of the production of the offshore wind farm independent of the wind conditions at the time of delivery. Onshore, we have plans to convert the hydrogen by building a 200 megawatt electrolyzer in the Rotterdam area, planning to use that hydrogen in existing industrial processes and move it into the mobility sector through our retail stations. The plans we have at Crosswind are also a key de-risking stepping stone towards future large-scale hydrogen production in combination with offshore wind. One of our activities there is the North H2 project, where we were recently joined by partners RWE and Equinor, aiming to develop gigawatt-scale offshore wind and hydrogen combinations in the north of the Netherlands and distributing that across the Netherlands and beyond. Here is an overview of the pilot-scale offshore wind power hub that will be implemented at Hollandse Kust Noord. It will be a key stepping stone towards future wind power hubs, such as the North Sea Wind Power Hub vision presented by TenneT and Gasunie and other partners. We believe that the operational experience that we will get from the activities at Hollandse Kust Noord will be essential to be able to take the next steps as an industry. And this is where I would like to close this introduction.
Thank you very much. I'm Erik van Ypres. I'm here on behalf of Crosswind, who deliver, innovate and share. Dankjewel Erik voor jouw toelichting, eigenlijk voor toelichting in dit filmpje. We hadden met je afgesproken dat je dat in het Engels zou doen, hè, omdat je je verhaal eigenlijk altijd in het Engels houdt. Ik heb twee korte vragen aan jou. De eerste is, die electrolyzer, wat voor een omvang gaat die krijgen? En de tweede is, wanneer staat die er? Over de precieze omvang kan ik op dit moment nog even geen duidelijkheid geven. Die processen die lopen nog om dat publiek te maken. Wat ik wel kan zeggen over de tijdlijn is dat als onderdeel van de vergunning van de Hollandse Kust Noord windpark, dat alles daar operationeel moet zijn in 2025. Oké. Okay. En wat die omvang betreft, hè, nou, een klein beetje, praten we over tientallen megawatten, praten we over 100? Of is dit echt strictly confidential? Nou, ik kan daar nu echt nog geen uitsluiting over geven. Wat wel zo is, dat de schaal die daar gekozen is echt belangrijk is als onderdeel van het opschalen naar toekomstige applicaties. Hè. Dus het is wel een schaal die logisch is binnen wat we daar aan het doen zijn. Ja, mooi. Mooi, dankjewel. Ik kom straks bij je terug. Dames en heren, ik weet niet of het gezegd had, maar u heeft misschien zo'n balkje in beeld gehad. Jörg Giegler, moderator of presentator. Ja, dat ben ik dus, werkzaam binnen de topsector energie voor het TK1 gas. En vanuit die hoedanigheid ben ik betrokken bij eigenlijk het cross-sectorale thema waterstof. Naast bijvoorbeeld ook groen gas en CCS en geo-energie, alles over de ondergrond. Maar hier gaat het over waterstof. Dus dan weet u wie ik ben. Achter de knoppen, hè, achter dat scherm waar u al uw vragen op afvuurt, daar zit Alex Kaat. En we gaan Alex zo nu en dan al naar binnen vragen om even kort iets te geven van wat hij ziet in die WhatsApp-functie, moet ik zeggen. Alex, hebben wij al iets binnen? Beginnen de eerste vragen al binnen te druppelen? Zeker. Het zijn algemene vragen, hoor. Niet gericht op deze presentatie. En die gaan vooral over de mobiliteit en hoe de uitrol van waterstofstations loopt. En men had een eerdere sessie, waar Jurg, jij volgens mij bij was, de indruk dat vooral de industrie voorkeur kreeg bij de toepassing van waterstof. Of dat klopt. Ja. Nou, ik denk dat we daar straks alles van Diederik van gaan horen hoe dat gaat met die waterstoftankstations. Ik ga graag weer terug naar Afke Nel. Afke, volgens mij hebben we van jou een filmpje gekregen in plaats van een presentatie. Gaat over High Netherlands. Ik stel voor dat we die maar eerst even op het scherm gaan toveren. Dan zien we jouw korte introductie. Ja, dank je. Groene waterstof is een onmisbare schakel in de energietransitie. En daarom werkt Engie aan het ontwikkelen van een grootschalige groene waterstofketen hier in Noord-Nederland, het High Netherlands project. En dat project bevat alle facetten van die keten, dus de productie van groene waterstof, de opslag van groene waterstof, transport van groene waterstof en uiteindelijk natuurlijk het gebruik van groene waterstof in de industrie. High Netherlands is natuurlijk niet iets wat we in ons eentje ontwikkelen. Het is belangrijk dat we de gehele keten beslaan. Dus voor bijvoorbeeld transport werken we samen met GasUnie. Voor afname kijken we vooral naar de industrie en werken we samen met BioMCN en MTEC. En wat ook essentieel is, is de ambitie van de regio om hier een focus te hebben op groene waterstof. Dus we werken veel samen met lokale overheden om die ambitie ook echt waar te maken. De electrolyzer, dat is de waterstoffabriek, die komt hier achter te staan. En de Eemcentrale is echt een unieke locatie voor dit project. Je hebt hier aanlanding van wind op zee, dus groene stroom, maar ook de Cobra-kabel komt hier aan land. Je hebt het uitgebreide gasnetwerk wat we beschikbaar hebben. Je hebt opslagmogelijkheden en de industriële gebruikers staan hier in de buurt. Dus de perfecte locatie voor een 100 megawatt electrolyzer, de waterstoffabriek. En uiteindelijk, wat zo uniek is aan dit project, is dat dat langzaam op wordt geschaald naar gigawatt. Schaal. En dan heb je het echt over een grote waterstoffabriek. Ja, dankjewel Afke Nel. Leuk verhaal, hè? Mooi dat jullie zo ambitieus zijn. Engie, als ik me niet vergis, ook een van de grootste, zo niet het grootste energiebedrijf ter wereld. Klopt dat? Dat weet ik niet helemaal zeker. Shell is ook in de Kamer natuurlijk. Maar het is in ieder geval een van de grootste utiliteitsbedrijven ter wereld. Ja. En we hebben 160.000 collega's bij Engie. Dus groot is het zeker. En ook als we naar die centrale kijken, die Eemcentrale, gasgestookte centrale. Ik heb altijd geleerd dat dat de grootste is van Europa. Europa weet ik ook nog niet eens zeker. Maar in ieder geval zorgt Engie voor 20% van de elektriciteit in Nederland. Dat is met deze centrale van 5 eenheden. En de Maxima centrale in Lelystad. Kijk,
Jij werkt nog niet zo lang, hè, bij Engie. Waarschijnlijk heb jij dit project in de schoot geworpen gekregen, of moest jij nog heel hard aan de gang toen je binnenkwam om dit echt een stap verder te krijgen? Beide. Het is natuurlijk niet heel makkelijk om een groot waterstofproject van de grond te krijgen. Ik heb nogal een verlanglijstje van dingen die nog goed moeten komen. Maar het project is in 2018 aangekondigd. Ik heb zelf wel aan de wieg hiervan gestaan, maar dan bij GasUnie. Dus in een andere rol, meer in de infrastructuurrol. En ik ben nu echt bezig om de waterstoffabriek neer te zetten. Dus als ik het met mijn kinderen over mijn werk heb, dan is het mama bouwt een groene waterstoffabriek. Oké, en wat is mama's achtergrond? Ben jij een werktuigbouwkundige? Heb je een technische achtergrond? Ik heb een financiële, commerciële achtergrond. Dus ik had ook net zo goed bij IBC kunnen eindigen. Maar ik ben daarna bij Shell gaan werken en heb heel veel projecten gedaan. Oké, dus daar heb je alle techniek geleerd. Voordat we nog naar de heren gaan, ik vraag het toch, want je zei, ja, ik ben meer dan... Maar Women in Hydrogen, hè? Net opgericht zeg ik het zo goed, Women in Hydrogen? Ja, Women in Green Hydrogen. Women in Green Hydrogen, dus er komt geen Women in Blue Hydrogen? Dit initiatief is echt voor groene waterstof en het is opgezet door GIZ. Ik ben niet zo heel goed met Duitse afkortingen, maar dat is een soort RVO van Duitsland samen met een aantal ministeries. Dus het wordt echt gesteund door Berlijn en het heeft echt een enorme vaart genomen. Ik geloof dat er nu al iets van 500 leden zijn. Het is ook niet om een soort overname te doen van de energietransitie, maar meer om die echt te versnellen. Precies, en hè, we hebben toch die diversiteit nodig. Hè. Je ziet toch heel vaak bij allerlei werkgroepen alleen maar kerels aan tafel. Ja. Nou, we zijn in een gelukkige omstandigheid, en dat kan de kijker thuis niet zien, dat we hier twee dames hier hebben. Hè, want Françoise de Jong is ook aanwezig. Ook een van de weinige dames die in het waterstofwereldje rondloopt. Maar goed, daar gaan we het vandaag niet over hebben. Uiteindelijk gaat het erom dat we waterstof gaan versnellen. Ik kom later nog op jou terug. Ik ga graag de overstap maken naar Diederik. Diederik net al geïntroduceerd, hè, bij... Air Liquide, ben jij verantwoordelijk voor het hele waterstofdossier. Jullie hebben een ontzettend ambitieus project neergelegd. Eigenlijk waar iedereen op zat te wachten. Hytruck, 1000 vrachtauto's. Ga jij wat meer over vertellen? Ja. Ik moet zeggen, toen ik er het eerst van hoorde, raakte ik echt een beetje waterstof opgewonden. Want ja, er gebeurt eigenlijk zo. Er is best van alles en plannen en zo. Maar jullie hebben gewoon gezegd, op het gebied van mobiliteit, hup, niks, kleinschalig, 1 truck. 1000 trucks, dat is onze ambitie. Wil je er iets meer over vertellen? Dat ga ik zeker doen, ja. En daarvoor hebben we een paar slides. Dus ik weet niet of... je kunt naar de volgende slide, alsjeblieft. Dus waar het over gaat is in feite... en ik zal heel kort vertellen hoe het project eigenlijk tot stand is gekomen. Ik heb een lange industriële achtergrond binnen Air Liquide. En toen ik deze rol kreeg, was eigenlijk de vraag aan mij... Diederik, hoe kun je zo snel mogelijk zorgen dat er een enorme hockeystickbeweging komt in de verkoop van die waterstof? En dit is eigenlijk een beetje de achtergrond. We zijn groot in de waterstof altijd geweest en daar ga ik focussen op het project. We hebben pijpleidingen lopen, ook in dit deel van Europa. We hebben een aantal grote plants op het gebied van waterstof. En we hebben 40 electrolyzers wereldwijd in operatie. En een aanzienlijke sales van 2 miljard. En wat we hebben gedaan eigenlijk is dat we hebben gedacht, met deze assets, die voornamelijk zijn uitgerold in Antwerpen en ook in Rotterdam, en ook een stuk pijpleiding in het Roergebied, kunnen we hele mooie en spannende dingen doen. En kunnen we in ieder geval die economie heel snel op gang gaan brengen. Dus we hebben ook gekeken waarom, hè? Waarom gaan we dit doen? We hebben eerst gezegd, er zit een market failure. Want kip en ei komt niet bij elkaar in de waterstofmarkt. En we kunnen hele mooie dingen doen, denk ik, in het leveren van tankstations. Maar wat er niet is, zijn de trucks. En die moeten we ook bij elkaar zien te krijgen in dit project. Kun je één terug, alsjeblieft? Ja, sorry, want ik kan het niet... Nee, terug. Nog één terug, alsjeblieft. Ja, dankjewel. We hebben ook gekeken naar Noordwest-Europa. Dat is een ideale setting eigenlijk, waarbij er een heel dicht gebied is van mobiliteit. En als je kijkt naar de vrachtwagenbewegingen die lopen tussen de drie havens, waarbij het eigenlijk de twee grootste zeehavens zijn en de grootste binnenlandhaven van Europa. Hè, daarmee kun je ook goede dingen doen. Als we dan kijken naar de geopolitiek, dan is dat ook nog een gebied waarin ontzettend veel stimulans zit op dit moment en heel veel programma's lopen. Dus wat eigenlijk de ingrediënten? Nou, wat we bij elkaar hebben gezet, en je ziet het onder een beetje met de pictogrammen, is dat we 1000 trucks bij elkaar proberen te krijgen.
50 ondernemingen hebben zich inmiddels aangesloten bij het Hydrux-project. We gaan dat doen in eerste instantie met blauwe waterstof. Dus we gaan verblauwen op onze eigen assets. Dat is het sterke doel. En het uiteindelijke einddoel is dat we gaan vergroenen. Dus naar 2030, 2040, 2050 toe zorgen we ervoor dat alles vergroend is, ook op ons netwerk. En we hebben daarvoor ontzettend veel wind- en zonne-energie nodig om dat voor elkaar te gaan krijgen. Dus dat is ook een belangrijk element in het hele project. Dus even heel kort nog het Hydrux-project. En je ziet aan de bovenkant een aantal paarse lijnen in de kaart staan, maar dat is eigenlijk het grote TEN-T-netwerk. En daarvoor is ook heel veel subsidie op te krijgen. En wat we hebben gedaan in eerste instantie is dat we hebben gezorgd dat we subsidie hebben gekregen via IPSA, of tenminste een stempel hebben gekregen of gaan krijgen via IPSA. Dat betekent Important Projects for Common European Interest. Om daar iets mee te doen. En we gaan in eerste instantie starten zeg maar, in dit gebied. Je ziet ook op het rechterkaartje rechtsboven de luchtverontreiniging in Europa. En daar speelt dit project ook een grote rol in. Om ook daarop te gaan focussen. En als we dan kijken naar de kaartjes die eronder stonden, dan zie je daar ook de ramp op in. In feite willen we is het project zodanig gedefinieerd dat we eerst gaan proberen intraport verkeer zoveel mogelijk te intensiveren. Dat betekent dat we een infrastructuur gaan bouwen binnen de havens met voldoende tankstations en voldoende trucks. Om daarmee zeg maar al te decarboniseren. Dat is een belangrijke stap. En vervolgens gaan we corridors bouwen tussen de havens in. En het doel is dat we die 1000 trucks gaan verdelen tussen de verschillende havens. En dat worden er 500 in Rotterdam. We schatten ongeveer 300 in Antwerpen en 200 in Duisburg. Om dat te doen in verhouding van de activiteit van de havens. Ja. Dank je wel voor deze introductie. Wat ik me dan afvraag, en we gaan er straks nog veel uitgebreider over praten. Word je nou door alle truckfabrikanten platgebeld die zeggen, Diederik, neem alsjeblieft onze trucks? Nou, er zijn erbij die dat doen. We hebben ook een andere rol om vrachtwagenfabrikanten erbij te trekken. En dat is, daar focussen we ons, daar hebben we echt heel veel werk aan en mee. Om punt 1 te zorgen voor een stukje standaardisatie, want het is er ook nog. Dat is ook nog allemaal onder definitie. Maar ook heel veel truckfabrikanten hebben gezegd, dit is een fantastisch netwerk. Want we kunnen hier in een heel kleine ruimte, kunnen we toch proberen om testen te gaan doen. Grootschalige testen met onze apparatuur en trucks die we gaan leveren. En het is allemaal behapbaar. Want we hebben een maximale afstand zeg maar, van ongeveer 200 kilometer tussen die havens in. Dus je kunt makkelijk overbruggen met één tank van de een naar de andere haven. Maar als er wat verkeerd gaat onderweg, en we zijn allemaal in een pre-commerciële fase, dan kunnen we ook ondersteunen. Dus we hebben ook wel die aantrekkingskracht. Ja. Oké, en laten we dit nou afsnoepen door de Koreanen die in Hyundai erin fietsen, zeg maar? Of zit hier nog iets achter van als Europa, wij willen hier wel een Europees product hebben? Nee, er zit ook wel Europese trots achter, om het zo te zeggen. En dat is ook belangrijk, denk ik, voor de hele subsidie en subsidieverlening en het enthousiasmeren van de Europese overheden. Ja. Zo, ja. Dankjewel. Kom straks weer bij je terug, Diederik. Ik ga door naar de volgende spreker. Panelist, we hebben Wim van Wijngaarden, zoals ik al zei, NIBC Bank. Hij houdt zich bezig met offshore energy. Wim, hoe lang zijn jullie nou al met zoiets als waterstof bezig binnen de bank? Nou ja, om eerlijk te zijn, echt heel kort nog. Het is natuurlijk een hele periode geweest dat wind ook nog een beetje achterbleef. Nou, dat heeft natuurlijk een enorme vlucht genomen. En eigenlijk pas sinds een jaar, moet ik zeggen, zijn we gaan kijken van ja, wat kunnen wij als bank potentieel in de waterstof betekenen. En daar zijn we nu hard naar op zoek. Vandaar dat we ook met veel stakeholders en belanghebbenden praten, zoals het H2-platform. Maar net zoals waterstof nog veel ontwikkeling door moeten maken, staat dat bij ons ook nog wel in de kinderschoenen. Oké, en jullie zijn vast al lid van het H2-platform? Er wordt hard gelobbyd. Oké, goed zo. Formuliertje klaarleggen zo, jongens. Wij gaan eerst even naar jouw presentatie luisteren. Ja, nou, misschien even kort NIBC in vergelijking met de grote bedrijven hier. Voel ik me een beetje klein. Ik heb geen Calumero hoed op, maar we hebben bij 700 werknemers als NIBC. We zijn gevestigd in Den Haag en ongeveer 50% van onze activiteiten zijn retail, dus particulieren met internet sparen, et cetera. Ik denk dat de meeste mensen NIBC niet kennen, want wij hebben geen betaalpassen of bankrekeningen die je bij ons kunt aanhouden. En 50% is echt corporate bank, dus bedrijfsleningen. Daar hebben we ongeveer een sweet spot in dat we financieren vanaf 10 tot 40 miljoen. En daar heb je allerlei producten voor in de van assetfinanciering, corporate, projectfinanciering, alles wat daarbij komt kijken. Ik had een paar slides voorbereid, ik zie ze nog niet in beeld. Komt eraan. Nee.
mag gelijk naar, hij mag gelijk naar slide, wat is het? Deze mag overgeslagen worden. Dat was even een korte introductie. Ja, ik wilde eigenlijk iets vertellen van hoe wordt waterstof eigenlijk gepercipieerd in de bankenmarkt. En eigenlijk een algemene observatie is natuurlijk, en daar vertel ik niks nieuws mee, is natuurlijk dat waterstof nog nieuw is. Er moet heel veel ontwikkeling nog plaatsvinden, met name in de groene waterstof. Er zijn ook heel veel partijen en kleine ondernemingen, zeg maar de zolderkamer, ondernemingen die nog met innovaties bezig zijn. Er gebeurt heel veel, maar het is nog in het vroege stadium. Daar gekoppeld heb je eigenlijk in de bankensector algemeen steeds meer regelgeving of regeldruk. Misschien belicht ik het wat negatief, maar er wordt steeds meer gekeken ook naar rendementen bij een bank en niet zo alleen maar volumes verstrekken. Dus je return on capital, om het zo maar te zeggen, is belangrijk. En de vraag is, ja, heb je een referentiekader voor waterstof binnen een bank? En dit is natuurlijk best moeilijk. Bij wind heb je inmiddels nu al een track record opgebouwd. En kun je bepaalde parameters vaststellen. Maar in hoeverre is dat voor waterstof? En dat is nog best wel dat zal voor veel banken nog wel een uitdaging vormen. Positief element daarbij is dat de Green Deal, de Sustainable Development Goals, groen is hip in het algemeenheid. En daar is zeker kapitaal beschikbaar. Om case by case zeker naar projecten en financiering te kijken. Dus naar de volgende, laatste slide gaan. Bottom line zou je het kunnen zeggen van, zeker in de waterstof zien we heel veel initiatieven vanuit overheden, vanuit Brussel. Ik denk dat die een hele belangrijke rol gaan spelen om het waterstof verder vlot te trekken, voordat je uiteindelijk via venture capital, seed capital, nog meer regelingen ook bij de bankable producten kan komen. En dat we tegen de tijd dat echt met name ook dus bijvoorbeeld groene waterstof gaat plaatsvinden, dat we een track record hebben opgebouwd en met dat waterstof onderdeel is van een regulier financieringssysteem. Daaraan gekoppeld zijn er natuurlijk ook gewoon projecten die nu al plaatsvinden. De Cross Border Alliances, waarbij net al genoemd H2 North project, dat wordt gedragen door natuurlijk de hele grote ondernemingen. De vraag is of wij daar als kleine bank een rol in moeten gaan spelen. Ik denk dat Engie en Shell zich goedkoper kunnen financieren dan menig bank in het westelijk halfrond. Dus dat soort projecten zullen waarschijnlijk op standalone basis gaan plaatsvinden. Dus in die mix zijn wij aan het zoeken van hoe kunnen wij als bank daar een bepaalde rol gaan spelen. Waar ik nou benieuwd naar ben is, hoe gaan banken daar onderling mee om? Hè? Bel je ook je collega's van ABN, van ASN, van Rabo, van wat doen jullie in dat waterstof? Of is dat ieder voor zich en proberen een stukje van die taart te pakken? Nou, te weinig, dat geef ik eerlijk toe. Ik moet zeggen, ik heb een aantal conferenties ook bijgewoond en je ziet wel wat investeerders ontlopen, maar ik moet zeggen, de banken zijn ondervertegenwoordigd. En dat trek ik ook het boetekleed bij aan. Dat zouden we meer moeten doen. Maar je bent er nu al bijna lid van het H2-platform, dus ik bedoel, succes ligt voor het oprapen. Ik kijk ernaar. Dankjewel voor nu, Wim. Wij gaan door naar de laatste spreker, dames en heren. Patrick Knubbe, werkzaam bij de New Energy Coalition. Ik heb hem net al geïntroduceerd en ik zeg het maar nog een keer, want ja, dat kan je natuurlijk van jezelf niet zeggen, maar naar mijn idee toch wel een belangrijke architect van eigenlijk die Hydrogen Valley in Noord-Nederland, waarmee Noord-Nederland zich echt op de kaart heeft gezet en heeft laten zien dat er echt niks boven naar Groningen, boven Noord-Nederland gaat. Dus Patrick, wij gaan even kijken naar een kort filmpje wat er is gemaakt van de Hydrogen Valley. En daarna kom ik met een paar vragen bij je terug. The European Union has identified the Northern Netherlands as Hydrogen Valley. That's not surprising. In one ride, you'll find everything you need for a green, hydrogen-based economy. Sustainable energy sources, generation, storage, transport, as well as applications in industry and applications in mobility and our day-to-day environment. This time, the project partners are not researchers. They are makers. They will make the hydrogen economy flow. To achieve this, the project comprises of four clusters and will be realized by the end of 2025. With the region's green power converted to hydrogen, we will be working on storage and infrastructure, making hydrogen a raw material for our industry, turning hydrogen into heat and power for residential areas. And it will give us mobility, green mobility.
this sectoral integration is rarely seen. We are doing it, right in this valley. Ja, volgens mij is een bekend Groningse spreekwoord night Susan maar down, geloof ik. Hè? Wat zoiets betekent als je moet er niet over lullen, je moet het gewoon doen. Patrick, hoeveel hebben jullie al gedaan? Nou, het project loopt heel goed, maar laat ik beginnen. Bedankt voor de uitnodiging. En als ik het heb over Heaven. Heaven is de opmaat naar Hydrogen Valleys. Dat doe ik niet alleen, dat doen we met een team. En met dat team sturen we het project. En het project, daar zijn wel, denk ik, bijna 150 mensen bezig over al die aspecten. Dus hoe ver zijn we? 2025 moeten we klaar zijn. We zitten nu op 15-20% implementatie. Dus we liggen, ondanks corona, redelijk goed op schema. Komend jaar wordt een beetje spannend. Komen de bestellingen op tijd aan? Dat is een beetje afhankelijk van hoe we ons laten vaccineren. Dus doe dat vooral, mensen. En laten we gewoon even kijken hoe we verder kunnen helpen. Ik heb nog een paar slides die wil ik even laten zien. Okay. Om het perspectief te laten zien. Mag ik de volgende hebben? Dat is natuurlijk voor iedereen die niet weet waar we zitten. Er gaat niks boven het noorden van Nederland. Mag ik de volgende slide hebben, alsjeblieft? Dit is laten zien, dit is Heaven, dit is een proposal. Er zitten 28 tot 29 partijen, binnenkort 30 over de hele keten. Productie, logistiek, gebruik in industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit. En that's what makes a valley. Ik heb vanmorgen nog met de FCIU gesproken, dus we zitten goed on track. En mag ik de volgende slide, alsjeblieft? En de volgende stap is deze, daar zullen we het straks over hebben. Dat is het waterstofinvesteringsplan in het noorden. 9 miljard euro. Ik denk dat dat voldoende aandacht behoeft. En als we het kunnen combineren met andere zaken in Nederland, is dat perfect. En mag ik de laatste hebben? Laatste slide, alsjeblieft. Dit is waar we heen gaan. Dit is het verbinden van al die hydrogen valleys. Ik heb hier een paar dotjes opgezet. Dat zijn allemaal projecten in Europa. En met name die twee dotjes daar, Heaven en Highways for Future. We hebben met Highways for Future, dat is ons dochterproject in Niedersachsen, besloten dat we gaan kijken of we een grensoverschrijdend Hydrogen Valley project gaan maken. En dat zal een naam krijgen die luidt Highways to Heaven. Dat was eigenlijk een van de vragen, Patrick, die bij mij opkwam toen je aan het presenteren was en toen we naar het filmpje keken. Hoe zit het nou met samenwerking ook binnen Nederland? Hè? Zoeken jullie daar ook al de verbindingen en probeer je dat gezamenlijk tot een groot succes te maken? En hoeveel van die vrachtauto's van Diederik gaan naar het noorden toe? Ja, daar moeten we het met Diederik heel goed over hebben. Ik denk dat het heel goed is wat wij doen. We zijn een soort evangelisten. Pas ook heel goed in Heaven. We moeten nog meer samenwerken. Dat is nog onvoldoende. En dat wil niet zeggen dat er niet genoeg gebeurt. Maar het moet harder, het moet sterker, het moet sneller. Anders worden we ingehaald door het buitenland. En dat is niet erg, maar het zou jammer zijn, maar we hebben een voorsprong. We hebben fantastische projecten bij Engie, met Shell, met Air Liquide. De banken moeten iets actiever worden, want de banken kunnen wel zeggen, ja, het is allemaal groot. De helft van al die projecten zijn MKB gedreven. En die hebben we nodig om dit land ook door dat dal heen te helpen. Dus we moeten meer doen, nationaal. Dus ook een oproep aan de regering. Kom op met die centen, die munt op tafel, dat we dat waterstof kunnen pakken. En internationaal ook. En je ziet dat internationaal is er heel veel gaande. We hebben de discussies gevolgd over waterstof wel niet, groen wel niet. Nou, hartstikke goede discussies. Maar kijk naar het buitenland, daar spelen discussies heel vaak niet. Dus ik denk dat we iets assertiever moeten zijn, iets arroganter in de positieve zin. En dan krijgen we dit wel voor elkaar. En wij als Noord-Nederland en wij ook als een vertegenwoordiger van New Energy Coalition in Heaven, we reiken de hand uit naar iedereen die wat wil. Meld je. Ja, als we dan nog even kijken naar jullie projecten. Als ik het goed heb begrepen, zijn jullie vooral gekozen, want er was best veel competitie, best veel concurrentie. Jullie zijn vooral gekozen vanwege dat integrale karakter. Hè? Dat jullie niet kijken naar één aspect van waterstof, maar juist hoe integreer ik nou het geheel? En hoe geïntegreerd is dat nou bij jullie? Nou, het zijn ongeveer 20 projecten die geïntegreerd zijn. En normaal gesproken zijn die projecten worden individueel ontwikkeld. We hebben het voor elkaar gekregen. Dat is gestart in 2017. Om zeg maar, langzaam te bouwen, bouwsteentjes bij elkaar te zetten en te verbinden. Want heel vaak moeten die partijen, die kennen elkaar, maar ze komen op de een of andere manier niet door dagelijkse dingetjes bij elkaar. We hebben het voor elkaar gekregen, niet alleen, om dit te integreren. En dat is ook de reden waarom we van 5 andere Europese regio's hebben gewonnen. En daar mogen we best trots op zijn als zeg maar, voorbeeld van hoe je in Nederland de transitie naar groene waterstof maakt. En daar zijn we gelukkig ook trots op. Alex, komt er al iets binnen wat de moeite waard is om aan de orde te stellen?
Er zijn een paar vragen aan Diederik. En dat gaat vooral over dat project van... kunnen transporteurs ook op de A12-route zich melden om mee te doen met het 1000-trucks-project? En gaat het ook om nieuwe trucks? Of is het ook een ombouw en conversie van de bestaande vloot die nu rijdt? Nou, gaan we even naar jou, Diederik. Kan jij daar al antwoord op geven? Ik heb de route niet helemaal meegekregen, overigens, Alex. Op de A12-route. A12-route. Ja, concrete vraag van Katja. Kunnen transporteurs op de A12-route meedoen met jouw project? Ik weet niet precies waar de A12 ligt, maar dat is een beetje tekortkomen. Deze hier. Ja. Okay. Hij loopt van Den Haag naar Arnhem en dan zo Duitsland het Ruhrgebied in. Dan maken we meteen de connectie, denk ik, met Heaven misschien, waar we misschien ook nog wel wat dingen mee moeten doen. Nee, maar in feite is het zo dat transporteurs kunnen zich absoluut inschrijven. We zijn ook heel grote vragende partij. Waar het hele project op draait zijn enthousiastelingen, bedrijven die groen op de kaart hebben staan en die eigenlijk transporteurs ook aansturen. Om met groen te kunnen gaan rijden. Dus we promoten dat absoluut en we hebben die ook keihard nodig. De vraag is een beetje, waar liggen die eerste corridors? Die eerste corridors gaan wel lopen tussen, omdat we bezig zijn met een grote subsidieaanvraag, ook tussen verschillende lidstaten in. Dus die gaan lopen van Rotterdam naar Duisburg en vanuit Rotterdam naar Antwerpen. En tussen Antwerpen en Duisburg, dus eigenlijk de driehoek. Daar gaan we eerst bouwen, omdat we focus willen houden. En niet meteen overal wild willen gaan, willen gaan opbouwen. Want dan krijg je eigenlijk geen dekking op je netwerk. Dus waar het mee te maken heeft is grootschaligheid. Dat betekent vrachtwagens consumeren veel en dat betekent voor ons een goede start. Maar je moet er ook de focus houden dat je voldoende vrachtwagens hebt per station om economisch zoveel mogelijk de gaten dicht te rijden die er op dit moment best nog zijn in de pre-commerciële fase. Ja. Wat me dan te binnen schiet, hè, als ik 1000 vrachtauto's, zijn dat nou vrachtauto's die van jullie zijn of zijn dat bedrijven waar jullie mee samenwerken, die jullie inhuren zeg maar, om het transport te doen? Nou, we geven zelf het goede voorbeeld, dus we zijn ook in gesprek met onze eigen transporteurs, om het zo te zeggen. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die zich hebben aangemeld. En dat zit vanuit de retail en met name ook heel veel containervervoer waar we wel de focus op hebben. Omdat er met name heel veel intraport verkeer is waar we echt op focussen. En dat betekent bijvoorbeeld in de havens Rotterdam zijn 6000 ritten van A naar B. En die vrachtwagens komen nooit de haven uit. En dat is een van de markten waar we eerst op focussen om juist die techniek te gaan testen. En ervoor te gaan zorgen dat de stations die we bouwen en die we onder design hebben, die zo goed mogelijk functioneren. En waarom dan waterstof, hè? Laten we zeggen brandstofcel elektrisch, en waarom niet batterij elektrisch? Batterij elektrisch zit er ook bij. We schuwen dat helemaal niet. Hè? Dus wij vinden dat batterij elektrisch ook een plaats in de markt heeft. En zo heeft de waterstof dat ook. En de meest nieuwe technieken gaan niet alleen naar de fuelcel, maar gaan ook al naar verbrandingstechniek op waterstof of bijmengen van waterstof in dieselmotoren. Om uiteindelijk te gaan vergroenen met elkaar. Dus wij kijken daar zeker wel naar. We slaan dat zeker ook niet over. Okay. Dus de combinatie van elektrisch en waterstof is een hele belangrijke. Ja, mooi. Ik wil graag toe naar Erik. Erik staat al een tijdje te wachten thuis. Erik, ik heb een vraag voor jou. Namelijk, Shell, een wereldwijd bedrijf, een ontzettend grote speler. Laatst natuurlijk wat discussie over geweest. Hè? Wanneer wordt Shell nou duurzaam en wanneer gaat men nou echt fors investeren in duurzaam? De vraag die ik aan jou heb is, hoe lastig is het nou eigenlijk om met zo'n project, hè, zo'n volledig energietransitieproject binnen een organisatie als Shell bezig te zijn? Lig je daarbij onder een vergrootglas? Staan collega's te juichen, wil iedereen meedoen? Kan je dat beeld kort schetsen? Nou, ik heb het beeld van staan mensen te juichen, dat vind ik wel aansprekend. En ik moet zeggen dat dat ook wel een goede reflectie is van wat ik in mijn directe omgeving meemaak. En ik denk dat het wat dat betreft belangrijk is, hè, dat Shell ook aangekondigd heeft de ambitie hebben om in 2050 of eerder, in lijn met de ontwikkelingen in de maatschappij, een energiebedrijf te worden met netto nul uitstoot. En dat betekent ook acties en handelingen vandaag. Zo hebben we in offshore wind een aantal posities in het oudste windpark offshore van Nederland, Egmond aan Zee, waar we toen bij betrokken waren en nog steeds 50% van de aandelen hebben. Borstelen 3 en 4 is net de laatste turbine geïnstalleerd. En nu zijn we dus hard bezig met de voorbereidingen voor het volgende windpark op onze kust Noord. Dus in die zin zowel een lange termijn ambitie, maar ook op de dag van vandaag concrete stappen op weg daar naartoe. En hoe is dit project nou ontstaan bij jullie binnen Shell? Moest je op het matje komen bij de directie en er zei Erik, jij gaat wat met waterstof doen. Is dat eigen initiatief? Kun je dat kort schetsen? Nou, ik denk dat de specifieke context van deze tender belangrijk waren. Dus het was echt vanuit economische zaken ook aangegeven dat het belangrijk is om
innovaties te gaan demonstreren die uiteindelijk de energiesysteemintegratie in Nederland van meer en meer offshore wind mogelijk maken. En daar moet je al mee beginnen voordat het probleem zich echt aandoet. Dus het was een hele specifieke onderdeel van de aanbestedingsprocedure om het plan wat we uiteindelijk vormgegeven hebben in te zetten. Om dus juist met name die vroege stappen te maken voor die toekomstige systeemintegratie. En daar is opslag en waterstof een belangrijk onderdeel in. Dus in die zin, met die context, was het wat ons betreft voor de hand liggend dat we uiteindelijk tot de oplossing zijn gekomen die we nu hebben. Ja, en is het dan met name zeg maar die oplossingen aan de productiekant, die flexibiliteit, die opslag die je nodig hebt? Of is het bijvoorbeeld ook gekoppeld aan beleidsmaatregelen, Europese als een RED II, hè, de Renewable Energy Directive, waarbij het voor jullie interessant is om bijvoorbeeld bij te mengen in de productie of in de raffinage van olie, zodat het in benzine en diesels terechtkomt? Speelt dat hier nog een rol bij? Ik hou me graag een beetje dicht bij mijn eigen rol, wat ik wel in algemene zin kan zeggen. Dus mijn rol is erg vanuit offshore wind gezien. Dus wat we uiteindelijk concreet nu gaan uitvoeren in het Hollandse Kust Noord Windpark is offshore waterstofproductie. En we zien dat echt ook als een essentiële stap naar de toekomst toe. In lijn met de visies zoals de North Sea Wind Power Hub van Tennet Gas en andere, maar ook het Noord H2 idee om echt meerdere gigawattschaal offshore wind en waterstof mogelijk te maken. Daarnaast hebben we het voornemen om onshore een 200 megawatt elektrolyse fabriek te gaan bouwen die de elektriciteitsproductie van het Hollandse Kust Noord Windpark, wat in 2023 operationeel is, om die elektriciteitsproductie voor een deel om te zetten in groene waterstof en die uiteindelijk dan gebruiken in de industriële processen en in de mobiliteitssector. Dus vanuit die link naar de industriële processen is RED II zeker een belangrijk onderdeel, maar dat is niet iets waar ik mij in mijn dagelijkse activiteiten mee bezig. Ja, en dan nog iets. Hè. We hadden net Wim die vanuit de bank spreekt. Hè. Waar zitten voor jou op dit moment nog de grootste risico's in dit project? Ik denk dat het wel helder is dat we nog vooral veel technologierisico hebben. Dus ik werk in Shell's New Energy Research and Technology organisatie. Dat is een mondiale organisatie met activiteiten in Amerika, Europa en India. Waar ook het onderwerp waterstof elektrolyse een heel belangrijk activiteitengebied is. En het is zeker zo dat we bouwen nu al een 10 megawatt elektrolyse fabriek in Duitsland voor onze Rhineland refinery. We hebben natuurlijk al meerdere retailstations in Duitsland, in Amsterdam, in de buurt van Amsterdam is net de eerste in Nederland geopend. En ze zijn wel degelijk stappen gaande. Maar het is ook nog wel een technologieopschalingsvraagstuk. Hoe gaan we van de double digits megawatten die we nu hebben naar echte gigawatts in de toekomst. En ook in de applicatie die we in de toekomst zien. Dus koppeling aan renewable productiepatronen. En mogelijk ook in een andere operationele context offshore dan onshore. Dus vanuit mijn rol en perspectief zitten er zeker nog wel technologieuitdagingen naast de business case. Die natuurlijk ook aandacht verdient. Ja, Afkenel, we hoorden net de technologie, risico's, de hele opschaling. Financieel gezien, herken jij dat? Ja, zeker. Ik denk dat ik vijf dingen zie die gewoon goed moeten zijn voordat het project echt van start kan gaan. Technologie, maar daar heb ik eigenlijk wel veel vertrouwen in. Er zijn veel mensen mee bezig. Als we horizontaal kunnen drillen, dan lukt dit vast ook wel. Dus daar heb ik wel vertrouwen in. Maar er moet infrastructuur komen. Daar is GasUnie hard mee bezig. Maar dat moet wel iets zijn wat uiteindelijk de Nederlandse regering ook ondersteunt. Er moet voldoende afname zijn. Heb je daar vertrouwen in? Nou, mag ik daar heel eerlijk over zijn? Ik denk dat ze de infrastructuur zeker gaan ondersteunen. Er is een ambitie om 3-4 gigawatt elektrolyse te realiseren. Maar dat is nog geen beleid. Dus dat is wel heel erg belangrijk. Oké, infrastructuur wel. Derde punt. Punt is genoeg duurzame energie. Als ik één zin ergens in het regeerakkoord mag hebben, is het meer offshore wind. Want daar is gewoon nog niet genoeg van. En er zijn niet genoeg tenders in planning om uiteindelijk die 3-4 gigawatt elektrolyse te kunnen realiseren. En kijken jullie daar bijvoorbeeld ook naar Duitsland? Of je dat vanuit Duitsland kunt resourcen? Of liggen daar nog veel te veel beleidsbelemmeringen in de weg waardoor dit niet van de grond gaat komen? Nee, dat zou zeker ook een mogelijkheid zijn. En ja, ik bedoel, Groningen ligt heel dicht bij Duitsland. We zijn natuurlijk bezig met ons project in Eemshaven. We kunnen de offshore windturbines van Duitsland zien. Dus dat zou zeker logisch zijn. Maar waarom zouden we het in Nederland met zo'n grote kuststrook
eigenlijk niet doen. En vindt er nu al een zeg maar grote lobby plaats richting Den Haag, alsjeblieft meer wind? Daar zijn collega's zeker mee bezig. En niet alleen wij hoor, dat zijn ook echt andere bedrijven die daarmee bezig zijn. Dus ik geloof dat iedereen het ook in zijn verkiezingsprogramma heeft staan. Maar goed, of het er echt uiteindelijk in komt en dan ook nog eens als beleid, dat is een hele belangrijke. Ik begreep dat ze in Australië intussen een minister van waterstof hebben. Hè? Als wij straks nu ook een minister van waterstof hebben, is dan jouw eerste pleidooi alsjeblieft meer wind daarnaast Gemini, ten noorden van Nederland? Lijkt me een heel goed plan. Lijkt me een heel goed plan. Oké, nog een andere vraag is die risico's toch. Waar lig je nou het meeste van wakker? Wat is nou echt waar je niet goed je vinger nog achter kunt krijgen? Dat wordt gelijk wel heel technisch, maar dat zijn inderdaad die Renewable Energy Directives waar jij het over hebt. Als die op een heel rigide manier worden ingesteld, dan gaat mijn waterstof 25 euro per kilo kosten. Nou, daar kan Diederik vast wel wat over zeggen. Dat is best wel duur voor waterstof. Op dit moment wordt grijze waterstof voor rond de euro per kilo gemaakt. Dus natuurlijk, uiteindelijk moeten er doelstellingen gehaald worden op het gebied van hernieuwbare energie. Maar je moet dat wel op een slimme manier invoeren. Dus de fit for purpose, dat er in ieder geval een beetje tijd is om die elektrolyse ook echt neer te zetten. Ja, ik vind het trouwens wel apart dat je die noemt, hè? Want er is een Europese waterstofstrategie. Timmermans spreekt zich ervoor uit. Eigenlijk is er, bij mijn weten, niemand binnen Europa die tegen waterstof is. Heb je dan toch het vermoeden dat dit nog zo'n harde noot wordt die gekraakt moet worden? Die invulling van die RED, die RED 2, die Renewable Energy Directive? Ja, het is wat mij betreft echt de allerlastigste. Want misschien zelfs in dat extra offshore wind, dat is iets heel concreets. Dat begrijpt iedereen, die Renewable Energy Directive. Dat is echt iets waar mensen achter de schermen mee bezig zijn. Ik ga hem hier ook niet eens helemaal uitleggen waar we precies mee zitten. Additionaliteit, co-locatie en een bepaald tijdsframe waar je alles in moet doen. Maar het maakt het zo ingewikkeld dat realiseren van een project echt lastig is. Ja. Dus er zit denk ik een heel groot verschil, en dat is misschien een beetje eigen in de politiek, tussen wensen en dromen en visies en strategie en uiteindelijk beleid en uitvoering. Dus dat moet ietsje sneller gaan en ietsje dichter bij elkaar komen. Hè, wie weet, we gaan niet stoppen met Maar minister van Waterstof lijkt me een supergoed idee. Of minister van Energie, dat die iemand die zich daar echt helemaal op focust. Energietransitie misschien zelfs. Minister van Energietransitie vind ik ook een mooie. Vanochtend werd geopperd dat op het nieuwe coalitieakkoord zou moeten staan wind, zon, waterstof. Zou je daarin kunnen vinden? Helemaal. Ja? Diederik, nog steeds, hè, die 1000 vrachtauto's. Ontzettend ambitieus, mooi idee. Waar staan jullie nu in dat hele proces om uiteindelijk naar 1000 toe te komen? Hè? Komt er maandag de eerste truck al binnen? Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe lang gaat dat duren voordat je daar bent? Ja, nou, er zijn op dit moment een aantal demo-trucks in de markt. Hè? Dus de technologie is er al, maar die is nog niet helemaal commercieel genoeg. Wij zijn bezig met waar we in het proces staan. Hè? We hebben in ieder geval memorandum of understanding getekend met de grote havenbedrijven. Dat is belangrijk, dus we zijn begonnen vanuit die havens. Zijn nu daar de juiste leden bij aan het zoeken in een consortium. En dat doen we op een manier waarop we zeg maar, de value chain hebben uitgetekend. We hebben gezegd, we moeten tenminste een aantal, wij noemen het maar A-brands of A-labels hebben, die ervaring hebben, die ook cash op tafel kunnen leggen enzovoort, om te kunnen gaan investeren. Die proberen we bij elkaar te krijgen. Dat hebben we in Rotterdam helemaal rond. We voeren het in 3 verschillende consortia. In Antwerpen zijn we nu aan het formeren en gaan we hard. Zijn we eigenlijk sinds een week of 6 echt hard aan de gang. En in Duitsland zijn we ook gestart. Daar hebben we ook de haven mee en de eerste handtekeningen binnen. En vervolgens gaan we zeg maar, met elkaar dat hele businessplan ontwikkelen. Want we moeten het wel met elkaar gaan doen. En dan in één keer door de hoepel springen. Om te zeggen, dan gaan we het ook realiseren. En daar hebben we allerlei partijen voor nodig. Hè. Dus ook niet behouden, zeg maar, het bedrijfsleven is daar ook absoluut overheidssteun voor nodig. Dus dat is een deel van de puzzel waar we ook hard mee bezig zijn. En wanneer gaat nou de eerste wagen rijden dan? Nou, wij focussen, ja, ze kunnen nu al rijden, maar we focussen in feite op grote opschaling 2023. Eind 2022 komen de eerste nieuwe trucks op de markt. 2023, echt grotere voor commercialisering, maken we echt de eerste grote stappen. Ja, dus dan gaan meerdere trucks in één keer rijden. Ja, dat is zeker het plan. Oké. Okay. Ja. En heb je al met je buurman gesproken, hè? Die natuurlijk van de bank is? Je noemde al financiën. Of heeft Air Liquide zo zijn huisbankiers waarmee dit allemaal wordt doorgesproken, geregeld, georganiseerd? Nou, we zijn een heel kapitaalkrachtige organisatie, dus met gezonde cashflows. Dus voorlopig kunnen we
wel een deel zelf financieren. Dat is zeker wel het geval. Maar ik denk dat, zeker in dat hele consortium, daar waar we praten ook met het MKB, dat daar heel veel behoefte is aan financiering om bij te staan. En alleen al mee te lopen in de gesprekken. Ik denk dat daar heel veel, dat een bank daar heel goed werk kan doen. Ja. En zich kan aansluiten bij het consortium trouwens. Dus het is een handreiking naar EDBC toe om misschien na te denken om daarin in te stappen. Ja, ik zou bijna zeggen straks even een borreltje drinken. Maar ja, dat mag allemaal niet in deze tijd. Nee. Hè? Waar ik nog ook wel benieuwd naar ben, is je collega's, zeg maar, je conculega's, je concurrenten. Heb je daar iets van gehoord? Kijken die nu met argusogen naar wat jullie doen? Of hebben die zoiets van, hadden wij nou maar ook zoiets gehad? Krijg je daar respons van? Ja, daar hebben we zeker respons van. En er zijn er ook een aantal die hebben aangevraagd om mee te doen. En daar gaan we ook op in. Want we vinden dat we met elkaar, zeg maar, dit hele project moeten de-risken, om het zo te zeggen. En het ook niet alleen moeten doen om kredietwaardig te zijn. En geloofwaardig ook naar de markt toe. Je kunt het, ik denk dat het gezond is om daar meteen met verschillende partners in te stappen. En dat op een brede manier weg te zetten. Dus de markt is zo pril en zo klein op dit moment nog, dat er eigenlijk geen concurrentie is. We moeten het met elkaar gaan realiseren, deze hele transitie. En dat kun je niet alleen. Daar hebben we partners voor nodig. Dus we zoeken dat. We hebben er ook een aantal actief bij gezocht. Ja, en want ik begreep net dat van de zomer heeft de eerste grote truck rondgereden in eigenlijk het Rotterdamse. Hè? Ik geloof bij een grote transportbedrijf, hoe heet het ook weer? Breitner? Ja, Breitner was het. Ja. En ik meen dat op dit moment Colruyt in België met een 44 tons waterstoftruck rijdt. En dat komt een beetje in de buurt bij wat jullie ook uiteindelijk nodig hebben. Hè? Ja. Dat soort afmetingen. Ja, daar ligt de focus op. Dus we focussen echt op 44 tonners en of zwaarder, maar die zijn er op dit moment niet. Dus het gaat echt om heavy duty applicaties. Okay. En dat is ook belangrijk in verband met het hele funding traject, omdat die trucks er gewoon niet zijn. Maar er zit wel de meeste uitstoot van in Nederland of in Europa überhaupt. Ja. En vandaar dat ze die ook graag in het project mee willen hebben draaien. Ja. En heb je er vertrouwen in dat die trucks er straks ook daadwerkelijk zijn? Want er wordt natuurlijk heel vaak geroepen dat men bezig is. Maar wat je nu toch ziet is dat de kleinere partijen, als ik dan even VDL als een kleine beschouw in ieder geval dat vrachtautosegment, Holthausen in Groningen, die bezig is, in de provincie Groningen, die bezig is met de ombouw van vrachtauto's. Heb je er voldoende vertrouwen in dat die truckfabrikanten dat straks ook gaan leveren? Ja, dat hebben we wel. Het is een kwestie van, nu is het een kwestie van timing. Want ze hebben allemaal wel hun programma's lopen op waterstof. Bij een aantal zijn we ook heel nauw betrokken, zeg maar, in R&D-trajecten in het buitenland, daar waar fabrieken staan in Europa. Dus we helpen ook aan de andere kant mee om te proberen dit op gang te krijgen. Maar we hebben er zeker wel vertrouwen in. En of dat nou precies die 1000 gaat landen op 31 december 2025, is even de vraag. Daar gaan we hopen en daar gaan we aan werken. Maar als het een kwartaal later is, dan is het ook, denken wij dat het ook absoluut een superprestatie is om het neer te zetten. Ja. Oké. Wim, we hebben verschillende dingen gehoord, hè? Nu verschillende projecten. Nog even, je hebt daar al kort iets over gezegd in jouw presentatie. Nog even kijkend naar jouw de visie vanuit een bank. Waar zien jullie nou de grootste risico's met betrekking tot deze ontwikkeling? Wat is nou, waar ligt jullie grootste behoefte, zeg maar, aan inzicht in het hele waterstofveld? Ja, een belangrijk aspect wat natuurlijk nog meespeelt bij de beoordeling is het concept tijd. Het is allemaal, sommige projecten duren nog best lang en zijn nog aan veranderingen onderhevig. En wat noem jij lang? Ja, voor een bank is soms 2 jaar vooruitkijken al best ver. En om dan 5 of misschien wel zo'n 7 jaar vooruit te kijken is best wel een uitdaging. Maar het belangrijkste daarin is dat als je met financiële partners optuigt, dat je tijdig in het proces wordt meegenomen, in ieder geval mee gaat denken. En ik denk, oproep wat Patrick met name ook deed, is dat voor banken zeker een toegevoegde waarde ligt in het MKB-gedeelte. Er zal ongetwijfeld een enorme supply chain op gang komen van kleine en middelgrote bedrijven, waar banken een rol in kunnen gaan en moeten gaan spelen. Dus ik denk dat we daar met name in eerste instantie de focus op zal liggen. Dat in ieder geval ook de projecten ook door gaan kunnen vinden in de kleine onderdelen en de kleine mechaniekjes die daarin draaien. Want net zoals net gezegd wordt door Diederik, Air Liquide is een solvabel en sterk bedrijf, net zoals Engie en Shell. Dus ja, daar zit de toegevoegde waarde voor banken is denk ik iets wat minder. Ik denk dat meer in de lokale supply chain zou kunnen liggen. Ja, en wat zijn dan daar voor jullie de risico's? Er zijn natuurlijk, als je als bedrijf SEC alleen met waterstof bezig bent en klein bent, dan ben je gewoon wat kwetsbaarder voor vraaguitval of omzetverlies.
Nou zegt dat ook niet alles. Om een voorbeeld te geven, van de week stond het ook nog in de krant. Een bedrijf als Highgear is verkocht nu, een Canadese partij. Nou, als je dat afzet tegen wat wij als bank normaal zouden vinden, wat je betaalt voor een onderneming op basis van je EBITDA, nou, dan is dit maal 40. Dus over de perceptie van waarde die je toekent aan een bedrijf en wat een bank doorgaans in zijn perceptie heeft, daar kan nog wel een verschil in zitten. En ik denk dat, banken zijn initieel gefocust op hun cashflows. Maar dat je misschien toch door de toekomst een beetje heen moet kijken en misschien die goodwillwaarde toch moet zien en mee moet nemen. Ja. Deze onderneming was voornamelijk gefinancierd nu door regionale maatschappijen en een obligatiehouders die een hoog rendement verwachten. Ja. Dus hopelijk gaan die banken langzaamaan die rol overnemen. Ja. Patrick, als je nou luistert naar wat de vorige vier sprekers eigenlijk zeggen rondom risico's, de dingen die ze tegenaan lopen, herken jij dat? Ja, dat herken ik deels wel. Of ik herken het wel, maar ik ben het er niet altijd mee eens. Want ik vind, als ik kijk naar de buurman van de bank, ik vind dat de banken, die hebben ook een maatschappelijke functie. En dat kan je niet alleen maar op geld zetten. Wat die MKB-bedrijven nodig hebben, zijn gewoon heel plat low-cost loans. Als je dat niet doet, dan duurt het langer. En ik zou dan ook de oproep willen plaatsen aan de banken. Kom met een waterstofconsortium. We hebben InvestNL. Ik ben het niet met z'n tafel geweest, maar dat kan ook wat sneller, heb ik het idee. We hebben regionale ontwikkelingsmaatschappijen, BOM, NOM, noem ze maar ROMS, et cetera. Die mogen ook een beetje meer geactiveerd worden of zich opdringen. Want het gaat erom, dat zei Wim ook al, en Diederik ook, de bank moet voor in die keten meedoen, zodat je begrijpt welke overwegingen worden gemaakt, waarom die worden gemaakt, zodat je begrijpt wat het is. Want als je dat niet hebt, dan begin je op nul. En dat duurt langer. Dus je kunt daarop anticiperen. We willen daar heel graag in meewerken. Dus die risico's die zijn er, maar die kun je ook valoriseren en waarderen. Want kijk, bijvoorbeeld een project als Heaven. We krijgen niet voor niks zo'n enorme bijdrage uit Europa. Daar hebben echt wel hele verstandige en slimme mensen naar gekeken. Dus heb daar ook een beetje vertrouwen in. En ga niet nog eens de business case overdoen. Dat hebben de grote bedrijven en de andere bedrijven al gedaan. Daar kun je misschien wat sneller in maken. En ik wil zeker niet zuur zijn in deze tijd, want dat hoeft niet. We moeten dit oppakken, we hebben nog tijd, dus laten we die kans pakken. Ja. Nou moeten we natuurlijk ook twee dingen uit elkaar trekken. Hè. We hebben van de ene kant de financieringsbehoefte. Hè. Krijg ik überhaupt cash op tafel? Ja. En van de andere kant de business case. Hè. We hebben het wel over business case. Maar als we heel eerlijk zijn, er is nog geen enkele business case, want het feit dat we zoveel CO2 en andere zaken uitstoten, is natuurlijk nog helemaal niet verdisconteerd in die prijs. Ja. Hoe gaan jullie daar dan mee om? Hoe zorg je nou ervoor dat je toch misschien een maatschappelijke business case kunt maken? Is dat iets wat bij jullie leeft, Patrick? Nou ja, kijk, dat is zeker zo. Je moet die valorisatie van die CO2-uitstoot, die waardering, die moet je wel meenemen, want dat is gewoon niet geïnternaliseerd. Dus als je daar een extra component op kunt zetten, wordt dat weer een stukje makkelijker. Want het heeft alles te maken met goed naar iedereen, als het ware, in een open boek laten meekrijgen. Waar zitten nou de gaatjes en waar zitten de upsides? Het is niet helemaal downside, hè? Het is ook upside. Maar we zien dat zeker. Ook de RED2, die zal wat meer op maat moeten worden gemaakt. En dat is een complex spel waar heel veel partijen zich op moeten werpen. En de opmerking van jou over een minister van Waterstof of een minister van Energietransitie is helemaal niet zo raar. Dat zou je nog zelfs op provinciaal niveau kunnen doen. Om daar gewoon meer samenhang te pakken. Want heel vaak is het nog niet helemaal goed zichtbaar wat nou het probleem is of de kans. Dat moeten we gewoon nog meer uitleggen. En ja, CO2 is er zeker een van. Kijk naar welk voordeel je krijgt als je met die 1000 en ik hoop nog veel meer trucks op blauwe of groene waterstof gaat rijden. Geen NOx, geen fijnstof, minder geluid en geen CO2. Als je dat nou eens allemaal optelt en je kijkt hoeveel mensen er jaarlijks last krijgen van dit soort emissies in de gezondheidssfeer, nou, ik denk dat je dan wel een behoorlijke upside zult zien. We hebben in Groningen al een commissaris de Koning. En in elke provincie, behalve in het zuiden, dan noemen ze hem gouverneur. Dus daar moet dan ook nog een soort van commissaris voor de energietransitie komen. Nou, lijkt je dat dan een goede insteek? Ik denk dat alle kleine beetjes helpen. Echt. Dus en dat is misschien wel leuk, hè? Toch even nog. Ik geef jullie in Noord-Nederland graag een pluim. Niet omdat ik er zo lang heb gewerkt, hè? Ook als zuiderling. Maar ook omdat jullie het zo goed georganiseerd hebben. Hè? Want juist
Als je kijkt naar de mensen die in de politiek bepalend zijn, die in het beleid bepalend zijn op provinciaal, op lokaal niveau, hebben jullie volgens mij gezorgd dat je die allemaal aangehaakt hebt? Hè? Ja, ja. Ja, het is een samenspel tussen partijen, die moeten elkaar vinden. En in het noorden hebben wij het geluk dat we dat al heel veel jaren voor elkaar hebben gekregen met het samenwerkingsverband Noord-Nederland, de drie provincies die samenwerken. We hebben nog Noord-Holland en Noord-Holland-Noord erbij. Dus het is goed georganiseerd. En we trekken ook, denk ik, met z'n allen gezamenlijk goed op naar Den Haag. We hebben ondanks nog die hele mooie bijdrage toegewezen gekregen van het JTF, het Just Transition Fund, waarvan de helft van de middelen naar human capital en innovatie, dus MKB, moeten. Dus we hebben heel veel, heel veel middelen komen te beschikken om dit voor elkaar te krijgen. Maar dat moet je niet alleen doen, dat moet je over een groter gebied doen. En dit is echt een spel van samen. En als je niet kunt delen, kun je niet vermenigvuldigen. Dus dit is gewoon eigenlijk heel simpel. Ja, over delen gesproken. Alex, kun jij een aantal vragen op de chat met ons delen? Ja, zeker. Er komen trouwens heel veel vragen binnen. Dus ik maak een bloemlezing. En die ik wel interessant vind. De eerste vraag van: moet waterstof inderdaad in prijs dalen naar de prijs van grijze waterstof? Of is het tolerantie in die prijs een bereidheid om meer te betalen? En dat is ook een vraag die ik aan Afkanel. Is er ook de bijproducten van zuurstof en warmte te vermarkten om de business case rond te krijgen? Oké, gaan we eerst even naar Afkanel. Ja. Die bijproducten, zijn die te verwaarden? Hebben jullie daar plannen voor? Nog niet heel erg concreet, maar ik heb bijvoorbeeld zelf meegewerkt aan de warmterotonde Zuid-Holland, de warmtelink. Het is best wel heel erg complex. Aan de ene kant denk je van, er heeft een gebied warmte over, er heeft een gebied warmte nodig, waarom tel je ze niet bij elkaar op? Maar er is nog geen marktmodel, dus dat is best wel complex. Maar ik denk dat uiteindelijk zeker als de rest, er wordt heel veel warmte geproduceerd bij de hele waterstofterugomzetting natuurlijk. Dus waarom zou je dat niet gebruiken? Ja, en bijvoorbeeld zuurstof? Zuurstof zou misschien iets makkelijker zijn in de regio. Of in de gezondheidszorg, of toch in de industrie. Maar laten we eerlijk zijn, uiteindelijk maak je natuurlijk zulke grote hoeveelheden zuurstof, dat je dat natuurlijk niet allemaal kwijt kunt in die markten, toch? Daar weet ik niet alles van. Misschien dat Diederik dat kan beantwoorden. Maar ik denk dat het heel belangrijk is, en daar hadden we het net ook al over, dat je op een gegeven moment, en het wordt ook wel fossil parity genoemd, dat die grijs waterstof op een gegeven moment duurder wordt. Groen uiteraard goedkoper. Op een gegeven moment zijn ze gelijk en dan kiezen mensen natuurlijk waarschijnlijk voor groen. Ja, waar denk je dat punt ligt? Ja, dat is een hele goede vraag. PBL die gebruikt nu €1,56 om te rekenen met groene waterstof in de industrie. Ik kom nu voor mijn project rond de €5 uit, dus daar zit echt nog een heel significant gat bij. Ja, maar dat is dan, je komt uit op €5 per kilogram op basis van de technologie die er nu is. Daar is nog niet in doorgerekend, stel dat die kostprijzen dalen, et cetera, et cetera. Klopt. Dus ja. Dat moet allemaal nog wat beter worden. Okay. Als ik, wat ik net volgens mij ook al zei, de RED 2 helemaal gebruik, dan kom ik op €25 per kilo uit. Dus dat is ook niet de goede oplossing. Nee. Maar daar moet ergens een middenweg worden gevonden. Ja. Oké. Okay. Diederik, die vraag over die vrachtauto's, die prijs die groene waterstof gaat kosten. Hoe zwaar weegt dat bij jullie mee? Nou, dat weegt zeker wel mee. Dus we hebben waar we eigenlijk hard aan bezig zijn, is een kostenroadmap. Dat doen we bedrijfsbreed. Dus er zijn genoeg onderzoeken gedaan om te kijken waar dat ergens de snijpunten liggen. Om in ieder geval ervoor te zorgen dat we in pariteit zijn met de dieselmotor. Dus dat is onze kostenroadmap. Nou is dat best een uitdaging. Het is niet zo dat vanzelf komt. Dus we hebben schaalvergroting nodig. Er is veel meer, laat ik zo zeggen, ook de kosten per stuk, die moeten steeds beter worden. Denk aan de fuel cell stacks en andere zaken die we met elkaar moeten regelen. Maar waar we ergens denken dat de snijpunten liggen is, of tenminste waar wij zelf naar streven, is dat we tegen 2030 toch zeker wel op €5 aan de pomp, €5,50 aan de pomp, denken we dat haalbaar moet zijn. En daarbij zitten we echt significant goedkoper. Op het moment hebben we een beetje een artificiële prijs om in ieder geval waterstof te verkopen tegen pariteit van de diesel. Ja. En zeggen, nou, we hopen dat we daarmee de kilometerkosten in ieder geval gelijk hebben. Dus dat is, maar dat is meer kunstmatig opgelegd. Er is nog niet echt een marktwerking. In de toekomst gaat het er ongetwijfeld wel komen. Maar wij denken dat we dat op een competitieve manier kunnen gaan produceren. Ja. Ja.
Wil je daar iets aan toevoegen? Ja, nee, ik vind het heel leuk om dit gedeelte te horen. En wat juist mooi om te zien is, het filmpje wat ik heb laten zien is in september opgenomen. Ik praat daar over vooral industriële gebruikers. En je ziet dat het allemaal zo snel gaat, dat inderdaad de zware mobiliteit steeds interessanter wordt. Dus de trucks. Maar wat in Noord-Nederland ook wel heel erg leuk is, is natuurlijk dat we een test hebben gehad met een waterstoftrein. Dat is geïnitieerd vanuit de provincie Groningen. En er heeft een waterstoftrein tussen Leeuwarden en Groningen gereden om te testen of het kan, wat voor vergunningen je nodig hebt. En dat is iets waar we ook nu verder aan het kijken zijn. Dus we hebben bijvoorbeeld vandaag gesproken met de provincies Gelderland en Overijssel. Dat is niet gezegd dat ze dat gelijk gaan doen. Maar zeker op de dieseltrein, hoe noem je dat? De niet geëlektrificeerde lijn, denk ik. Ja, daar is waterstof natuurlijk heel interessant. Ja. Ja, terug naar Alex. Alex, heb je voor ons een aantal pittige vragen? Een vraag aan Shell, maar ook aan Afkana begonnen, ook al over offshore wind. En ook of onshore ook een optie is op termijn om van windparken op land en zonneparken waterstof te gaan maken. Oké. Dan gaan we met die vraag eerst even naar Erik toe. Erik, de vraag is dus onshore, productie van duurzame elektriciteit via wind en via zon. Is dat ook iets waar jullie naar kijken, waar jullie belangstelling voor hebben? Of is, denken jullie daarvan het potentieel te beperkt is? Wij zien zeker ook het belang van onshore renewables. Daar hebben we ook mondiaal activiteit op. Met grote posities in ontwikkelaars in de VS en in Azië. Ook in Nederland hebben we inmiddels een aantal orde grote 20, 30 megawatt schaal solarparken gerealiseerd. In Nederland is de focus van onze windactiviteiten wel heel erg duidelijk op offshore. Want we daar zien dat je daar echt op met grote stappen snel veel schaal kan bereiken. En maar mondiaal gezien is voor ons absoluut onshore renewable generation, zowel zon als wind, ook een belangrijke focus area. En als we kijken over het wereldwijd aan elkaar koppelen van waterstofproductielocaties in je goedkope plekken waar je veel zon- en windpotentie hebt en die dan transporteren naar plekken die die mogelijkheden minder hebben, is het ook een activiteit waar wij mee bezig zijn op het gebied van waterstof vervolgens koelen en vloeibaar maken en op die manier in schepen over de wereld te transporteren van de ene regio naar de andere. Alex, hebben we er nog één? Jazeker. Janine vraagt, we hebben het veel over de RED gehoord, de Europese regelgeving. Waar liggen nou de juridische belemmeringen om echt tot opschaling te komen? Het is een beetje een algemene vraag die iedereen kan beantwoorden, maar dat is... Even kijken. Ik kijk even naar jullie. Wie wil hier het eerst op antwoorden? Waar liggen nou de juridische, de beleidsmatige, wettelijke belemmeringen om die opschaling voor elkaar te krijgen? Dus los van de RED 2. Mag ik het even het woord, Patrick? Het speelt natuurlijk over wat meerdere termijnen. Een van de dingen die bijvoorbeeld heel nodig moet worden versneld is als je een waterstoftankstation wilt bouwen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat dat 2 jaar duurt voordat je de vergunning krijgt. Dat mag wat sneller. Dus daar zou een optimalisatie of een harmonisatie van regels aan bijdragen. Ik denk dat Françoise daar ook zeker aan werkt vanuit de NEN en normaliseringen. Ik weet niet welke PGS-nummer het is, maar er is een programma reeks gevaarlijke stoffen. Als dat goed geregeld is, dan wordt dat versneld. En dan worden die onzekerheden kleiner, dan worden de stapjes worden overzichtelijker. Dat is in ieder geval eentje. En als je een grote centrale bouwt, een waterstoffabriek, dan zullen verschillende regels over je worden uitgestort. Daar zou het wel heel fijn zijn om dat wat te stroomlijnen. Nou, ik zie Afkanel een beetje van dat valt wel mee. Nou, dat stukje valt zeker wel mee, want en dat is misschien uniek aan het High Netherlands project, dat is een soort brownfield project, omdat het op een bestaande industriële locatie wordt gerealiseerd. Dus het is al helemaal plat gemaakt, er lopen al weggetjes, er zit al een industriële bestemming op de site, dus dat is toch wel een groot voordeel. En natuurlijk, het is onbekend wat voor vergunningen er moeten worden verleend. Maar we zijn bezig met de regio en iedereen die daarbij hoort om dat te bespreken. En ik moet zeggen dat daar mensen toch wel heel erg open voor staan. Maar ik weet minder van waterstoftankstations af. Dus met alles geldt denk ik hoe sneller hoe beter.
Ja, daar hebben we inderdaad Françoise voor, hè, want die is projectleider van het Waterstofveiligheid Innovatieplan. Een langjarig programma wat echt ingaat op die veiligheid en alle aspecten van 30-plus partijen die met elkaar samenwerken. Heel mooi initiatief. Alex, nog één keer naar jou. Wat heb je nog voor ons? Nou, misschien daarop aanhaken. Het is een aantal vragen gegaan inderdaad over veiligheid van de vulstations. Misschien een vraag voor, ook voor Diederik. Kunnen gewoon stations die nu LPG tanken ook op waterstof overgaan? Of heb je hele andere veiligheidsnormen en cirkels daarvoor nodig? Ja, dus de vraag is, die veiligheidsnormen die je nu hebt, hè, want dat lijkt op elkaar te lijken, LPG en waterstof. Maar je praat natuurlijk over andere temperaturen. Hè. Is dat nou die veiligheid daaromheen, om zo'n tankstation, is dat nou iets waar je van wakker moet liggen? Nou, ik denk dat veiligheid absoluut iets is wat hoog in het vaandel moet staan. En waar we naar kijken, en dat is met name de hele energietransitie, er komt steeds meer aan energievectoren. Naast LNG heb je ook de snelladers en de chargers en van deze wereld, die ook allemaal hun plek moeten hebben op diezelfde tankstations. En dat interfereert wel met elkaar. En als wij technische installaties moeten bouwen voor grote capaciteit, ja, dan wordt er toch ook gekeken naar wat slaan wij dan weer op en wat voor risicocontour zit daar omheen. Het interfereert met elkaar, maar het is ook de aard, denk ik, van de stoffen die we met elkaar opslaan op die tankstations of die we verpompen. Die spelen wel allemaal een rol. En dat is, daar moet je rekening mee houden. Op het moment dat je locaties zoekt, je kunt niet zomaar waterstofinstallaties inplanten op bestaande stations. Je hebt daar ruimte voor nodig en infrastructuur voor nodig. En voor de duidelijkheid, hè, er wordt in Nederland, orde grootte 10 miljard kuub waterstof al gebruikt. Dus iets waar we al heel lang mee werken, maar wel in een industriële context. En waar we nu naartoe gaan is natuurlijk het gebruik van waterstof in een, laat ik zeggen, wat meer publieke, maatschappelijke context. Dus dat stelt ook andere eisen. Ja, dat moet, ja. Oké, Alex, wat heb je nog voor ons? Nog eentje over offshore wind. Zowel Afkenel als Erik hebben gesproken over de ecologie met offshore wind. Waarom maken die waterstof niet op zee, offshore? En waarom eerst elektriciteit aan land brengen en daar? Dat is een vraag van Mark. Oké, ladies first. Ja, goed plan. Lijkt me echt een heel goed plan. De North Sea Wind Power Hub kijkt daarnaar. Ik weet dat North H2 er ook naar kijkt. Ik richt mij in de eerste fase van het project op 100 megawatt. Dat is gewoon onshore. Maar dat sluit ik helemaal niet uit dat offshore ook een goed idee is. Je bent natuurlijk dicht bij de bron. De omzetting vindt daar plaats. En dan is het transport van waterstof natuurlijk veel efficiënter dan transport van elektriciteit. En de condities op de Noordzee, hè, baart je dat dan zorgen? Daar zijn andere condities dan onshore natuurlijk. Maar ik heb wederom alle vertrouwen in de ontwikkeling daar. Nou, dan gaan we Erik. Het is wel moeilijk, denk ik. Anders hadden we het al lang gedaan natuurlijk. Maar van die vijf dingen die ik steeds maar blijf noemen, de subsidies, technologie, regulering, de aanwezigheid van infrastructuur en heel veel offshore wind, is dat denk ik eentje die we gewoon kunnen doen. Oké, Erik. Alle vertrouwen in Erik. Ja. Ja. Wat vind jij ervan? Nou, dank daarvoor. En in die zin hebben wij ook de investeringsbeslissing al genomen als Shell en Eneco om aan offshore waterstofconversie in ons Hollandse Kust Noord windpark te doen. Dus in die zin zien wij het niet als een of-of. Uiteindelijk zal mondiaal zien, elke plek zal daar, afhankelijk van hoe ver van de kust en waar de vraag naar producten eigenlijk is, mogen tot een andere oplossing leiden. Maar ja, daar waar wij de investeringsbeslissing al genomen hebben voor het offshore gedeelte in Hollandse Kust Noord, zijn we nog bezig met het voorbereiden van die investeringsbeslissing voor de 200 megawatt onshore elektrolyse. Dus nou, hopelijk kunnen we volgend jaar zeggen dat we ze inmiddels allebei goed gekeurd hebben. Maar het offshore gedeelte gaat bij ons in ieder geval sowieso door. Ja, en als ik me niet vergis gaat volgend jaar Neptune Energy, ik noemde dat vanochtend al toen ik bij het klimaatakkoord mocht aanzitten, gaat Neptune Energy ook met de eerste electrolyzer 1 megawatt offshore aan de slag. Dus we zullen dan zien wat we daarvan leren. Ik ga nog even terug naar mijn panel. Wij gaan langzaam een afronding toe. Iets wat we nog niet hebben besproken is maatschappelijke acceptatie. Want straks gaan natuurlijk 1000 van dat soort vrachtauto's gaan door het land rijden. Door 3 landen rijden. Is dat iets waar jullie nu al naar kijken? Wat zal de burger daarvan vinden? Of is dat iets waar jullie de burger actief in mee willen nemen door te zeggen, heel groot op die trucks, wij rijden niet alleen met, maar ook op waterstof? Begin ik bij jou, Diederik. Zijn dat dingen waar jullie over nadenken? Ja, dat is zeker wel waar we over nadenken. En wij denken dat het een verademing is voor de maatschappij.
omdat het geluid veel minder is. En zoals Patrick aanhaalde, is geen NOx, geen fijnstof. Je kunt geluidsloos 's nachts de stad in en nog steeds laden en lossen eigenlijk. Op het moment dat laden en loslaan uiteraard geen geluid maakt, maar je maakt geen motorgeluid. Ja. En dat is een verademing, denk ik, voor ons allemaal. En dat is waar we het uiteindelijk om doen. Ja. Natuurlijk hebben we transitie en we zijn bezig ook met zeg maar de eerste gesprekken ook met de transportwereld. Hè, want het is best een aanpassing. Dat was met de LNG-markt ook. Op het moment dat dat op gang komt, moet je dat introduceren. Je moet chauffeurs op gang helpen. Je moet ze gewennen zeg maar, aan de nieuwe energie aan boord van die truck en hoe je daarmee mee omgaat. Maar wij denken dat we dat goed in de grip gaan krijgen met het hele concept en het project. Ja. Oké, Afkanel, want jullie zijn natuurlijk met een heel groot project bezig. Hè. Krijg je daar al respons van de burger? Oh, alsjeblieft niet hier, niet alweer van dat soort grote dingen. Of alsjeblieft, kom hier, creëer werkgelegenheid. Wat hoor jij nee, daarover? Ik denk dat er in Groningen juist wel heel veel trots is. Ik bedoel, het is natuurlijk echt het gebied in Nederland dat iedereen van energie heeft voorzien met het Gronings gas. En nou ja, we weten dat daar problemen zijn, dat er een andere oplossing moet worden gekozen. En ik denk dat er juist heel veel, het is een heel positief gevoel. En tuurlijk is het helemaal waar dat het een gas is, dus je moet er voorzichtig mee zijn. Er moeten goede veiligheidsnormen zijn, maar ik voel er heel veel voor om bijvoorbeeld ook een educatiepakket op scholen te introduceren van wat is waterstof en wat kun je ermee. En ja, het moet gewoon iets bekenders worden. En ik denk dat daar zeker een rol voor ons is om te spelen. Ja, van aardgas naar windgas. Zoiets. We huren jou in als sloganmaker. Dankjewel, Wim. Is dat iets wat in jullie overweging meedraait? Dat wat die maatschappij ervan vindt? En ook als jullie kijken naar eventuele aandeelhouders, vragen die dit van jullie? Ja, zeker. We merken het gek gezegd, of dat praat je met andere banken wel eens over. Als je niet verstandig investeert of niet verstandig belegt, dan zie je bijvoorbeeld je internetspaarrekeningen, zie je opeens iets teruglopen. Dus dat soort dingen spelen, die knop gaat heel snel om bij mensen. Ik denk dat mensen heel snel vandaag de dag meer bewust bezig zijn met milieu. En daarom denk ik inderdaad dat het goed is om die bewustwording naar waterstof mee te nemen. Ik heb ook pas geleden gehoord dat nog mensen de associatie hebben met Zeppelins en Hindenburgs en die neerstorten. Nou, dat moet je vandaag met social media voorkomen. Dat is absoluut onzin natuurlijk. En ik denk dat een stukje opvoeding en meenemen van de burger vandaag de dag heel belangrijk is. Ja, en Patrick, jij staat natuurlijk midden tussen die burger, die consumenten met jullie Have a Project. Wat zie jij daar gebeuren? Nou, draagvlak is heel belangrijk. Wat ik al zei, het is niet de vergunningen, maar het is ook het uitleggen aan de mensen dat het veilig is, dat het veilig kan, dat het er al is, dat het al heel veel wordt gebruikt. Dus dat maatschappelijk draagvlak is uitermate belangrijk. En niet alleen voor de hele grote projecten, maar ook voor juist die kleine, zoals we in Hoogeveen, waar we een groot aantal huizen op waterstof willen omzetten. Maar ook in de gemeente Groningen en al die gemeenten zoals Emmen, et cetera. Dat is echt uitermate belangrijk. En ook het scholingsdeel is erg belangrijk, wat de Afkanel terecht zegt. We zijn zelf in het Noorden bezig met een programma dat heet een doorlopende leerlijn van ROC, MBO's, HBO's, academisch, om die allemaal bij elkaar te zetten. Want ja, het is wel weer een slogan. Als je het kunt bouwen, moet je het ook onderhouden. Dan moet je wel de mensen voor hebben. Als je die niet hebt, heb je toch wel een uitdaging. Dus dat draagvlak over al die facetten is echt heel nodig. Nou, ik zou bijna zeggen, a truly integrated project daar in het Noorden. Precies. Ik wil intussen Robert erbij vragen en dan ga ik nog één keer naar Alex toe. Alex, is er nog een vraag als uitsmijter die je erin zou willen gooien? Die is er niet nu, dus... Oké, dan ga ik naar Robert. Ja. Ik ga dus op een ander plekje staan, Robert, dan zijn we samen in beeld. Wat vind je nou het meest opvallende wat je hier gehoord hebt? Nou, ik heb een paar kreten opgeschreven. Samenwerking, regie, pragmatisme en samenleving. Om bij het laatste te beginnen, wij merken dagelijks bijvoorbeeld een discussie over moet ik nou een elektrische auto kopen, batterij-elektrische of een waterstofauto. Het is niet of-of. En ik streef er ook naar om duidelijk te maken dat waterstof niet dé oplossing is voor alles. Het zal een onderdeel zijn van ons totale pakket. En ik denk dat als platform en als verkondigers van waterstof ook goed moeten stellen. Waterstof is een onderdeel van onze totale energietransitie. En als we dat ook goed kunnen vertellen in de samenleving, is dat ook belangrijk. Hè? Waardoor de mensen dus ook het gevoel krijgen, het is niet alleen maar dat, het geeft ons schone energie, minder noxen enzovoort. Belangrijk.
regie. We merken gewoon dat het allemaal erg lang duurt. Het werd hier ook weer net gezegd over de vergunningen voor de tankstations. Maar er zijn andere vergunningen die ook lang lopen. We hebben in de zomer ook zo'n sessie gehad in juli. En we hebben sindsdien ook bij het ministerie ook benadrukt, er moet meer regie komen. Want het gaat allemaal veel te lang duren. Het wiel wordt een paar keer opnieuw uitgevonden. Dat gaat gewoon niet. Dus neem nou de regie en we hopen dat in die uitvoeringsstrategie daarvan een hoop terugkomt. We zullen het zien. Nou, samenwerken. Heaven is een heel mooi voorbeeld. En Patrick is daar natuurlijk al een tijdje mee bezig. Afkanel die schakelt daarbij aan. Het samenwerken. Je ziet nog steeds te veel belangetjes, groepen die iets anders willen of iets aparts willen. Als je dadelijk bij wijze van spreken 10 electrolyzers bestelt of 10 keer 1, dat maakt een groot verschil. Diederik die geeft het aan, als hij dadelijk met een aantal auto's komt, met honderden in plaats van enkele, dan is dat natuurlijk ook een heel stuk makkelijker. Dus laten we samenwerken, samen bundelen en op die manier de schaal creëren. Dat is iets wat we meer moeten propageren. We zien hier ook aan het panel de diversiteit van de verschillende soorten projecten die er gaande zijn. Het geeft me ontzettend veel voldoening om te zien dat die initiatieven er zijn. Dat is hun credit, fantastisch. Ik vind ook dat je ziet nu dat de grote bedrijven als Engie en Shell, Air Liquide, proberen daar ook een fundatie in te bouwen. En die prakken dat projectmatig op. In het werk wat we nog meer doen, kom ik heel veel MKB-bedrijven tegen, zoals Patrick die ook net noemde, die op een hele andere schaal opereren. Nou, die twee zijn complementair. En ik hoop dat de banken daar ook naar gaan kijken. En zeggen van, ja jongens, die grote multinationals, die hebben een andere manier van financieren. Maar voor die MKB-bedrijven, zeker als je een paar bij elkaar stopt en een paar initiatieven bij elkaar stopt, daar kunnen zij een hele belangrijke en goede rol spelen. Dus ik ben blij dat we deze mensen aan tafel hadden vandaag. Ja. Ik ga je zo meteen nog een laatste vraag stellen, namelijk wat gaan jullie nou doen voor 2021? Hè? Wat is jullie werkprogramma? Ik neem dan intussen even afscheid van de mensen thuis. Het was mijn genoegen om dit voor u te modereren. Ik wil een hartelijk woord aan dank uitspreken. Er zit op afstand Erik van Ieperen van Shell. Dank je wel dat je erbij was. En hier in de studio Afkanel Schipstra van Engie, Patrick Knubbe, New Energy Coalition, Wim van Wijngaarden van NIBC Bank en Diederik van Luiten van Air Liquide. Heel mooi, dank dat jullie zo open en eerlijk hebben willen praten over waar jullie mee bezig zijn. Hè. En daar waar dat niet kan, hebben jullie dat heel mooi aangegeven. Ik denk echt dat jullie voorbeelden zijn op het terrein van waterstof, hoe je nou dingen voor elkaar kunt boksen. Hoe je dat nou met elkaar doet. Want wij produceren al veel te veel papier. Wij moeten echt toe naar concrete projecten. Dus volgens mij ziet u hier voorbeelden van partijen die dat zeker gaan doen. Ik zeg alvast hartelijk dank voor het kijken. En ik wil voor de laatste woorden, waarbij ik Robert wil vragen om even in te gaan op wat kunt u van het H2-platform verwachten in 2021. Met die woorden geef ik het terug aan hem. Alvast dank voor het kijken. Dankjewel Jor voor deze opdracht op het laatste moment. 2021, we hopen dat het ministerie, we verwachten dat het ministerie uitkomt met hun uitvoeringsstrategie en daar gaan we op acteren. Dat betekent dat wij bijvoorbeeld voor de mobiliteit, we gaan het convenant implementeren wat we in 2018 hebben afgesproken. De RED2 die moet er komen, zodat de industrie weet waar ze aan toe zijn met hun multipliers. We gaan helpen de samenleving meer, awareness te brengen van waterstof. We zullen ook, bijvoorbeeld als je kijkt naar de politieke omstandigheden, inbreng leveren naar de formatie, naar de politieke partijen als het zover komt. We gaan door met het industriële verhaal wat we begin dit jaar hebben ingezet samen met Hans van Vliet. We gaan kijken naar hoe gaan we opschalen, waar komt al die waterstof vandaan en hoe gaan we de systemen integreren. Wij zijn geen projectbureau, we kunnen wel dingen agenderen en dat is wat we gaan doen. Als je kijkt naar systemen, je moet ook dadelijk kunnen transporteren. Die leidingen moeten op elkaar aansluiten. Je moet dus dezelfde kwaliteit hebben, je moet kunnen handelen, je moet kunnen meten. Allemaal dingen die op de achtergrond gebeuren,
En het WFIP, het veiligheidsprogramma, speelt daar een belangrijke rol in. Dus daar gaan we in voort. Maar we gaan vooral proberen in die mobiliteit en in die RED2 en in de industrie een paar stappen te zetten, zodat het echt van tafel van start komt. Voor degenen die het nog niet wisten en wel in vorige sessies bijeenkwamen, Hans van Vliet, onze man die de industrie en de energie trok, die heeft het heeft bedankt voor zijn functie. Die gaat wat andere dingen doen. Hij heeft daar bijna 10 jaar lang ook in Rotterdam en in DeltaLinks, in het Rotterdam Climate Initiative en in DeltaLinks meegewerkt aan waterstofontwikkeling. Hij is nu bijna 70, of hij is net 70. Hij heeft gezegd, ik ga eens wat andere dingen doen. Dus die wil ik bij deze ook nogmaals bedanken. En ook hopelijk namens een flink aantal van u die hem al kenden. En ik hoop je dan ook binnenkort weer te zien. We hebben onze 2 keer per jaar ons event in juli en december. Maar we zijn ook van zins om in de komende jaar wat meer kleinere webinars te doen op specifieke onderwerpen. Zoals we dat bijvoorbeeld ook in juni deden op zwaar heavy duty trucks. Ik wens u het allerbeste voor het nieuwe jaar. Ik wil het panel heel graag bedanken voor zijn inzet en discussie. Erik, jij ook. Je zit wat verder weg, maar bedankt voor je inzet. En, graag gedaan. Dank voor uw belangstelling.